Elke Amsterdammer heeft een verhaal. Ook deze drie mannen. Roger Del Prado, kapper Ryan Woter en cameraman Davy Speten. Zij zetten zich in voor de daklozen en verslaafden. En kwamen zo op het idee om deze bijzondere Amsterdammers een knipbeurt te geven. Het enige wat ze daarvoor terug willen is een persoonlijk verhaal. Ze maakten al enkele verslaafden blij met een fris kapsel en legden dat met een camera vast. Die filmpjes plaatsten ze op hun Facebookpagina From Bum to Someone. Wij volgden ze tijdens hun werkzaamheden. Zie er eentje. Hallo. Herman, alles goed? Ja, heel goed. Maar ja, wat we dus eigenlijk doen is gewoon rondlopen en wachten tot we de juiste persoon vinden om te knippen. Oké, let's go. Yes? Yes. Oké. Hey man. Heb jij iemand gezien? Ik heb iemand gezien, maar hij heeft me gescoord, man. Wie dan? Deze meneer hier in die koekoe. Met die bordeauxje. Hij wil niet. Hij wil niet, man. Mogen we je knippen? Je haar knippen? Het is helemaal gratis. Niet iedereen stelt op prijs. Sommigen vinden het vervelend dat ze dan hun verhaal moeten vertellen. Want dan vragen we er echt wel voor terug. Maar je merkt wel dat het is meer je knipt. Des te groter het vertrouwen ook wordt. Want dan lopen ze vervolgens loopt er eentje hier naar boven. Dan ziet iedereen van, nou, die ziet er fresh uit. En dan krijg je anderen ook wel over de streep. Wij knippen je gratis en dan kan je ons vertellen wie je bent. Dat ben ik. Heb jij dat gemaakt? Ja. Je bent de kunstenaar? Dat ben ik. Oké. Okay. Eén verhaaltje vertellen, een klein verhaaltje. Okay. Over kunstwerk, verder niets. Over kunstwerk? Ja, niet over persoonlijk dingetjes. Meneer, mag ik u wat vragen? Ga door. 30 jaar bent u in Nederland, hè? Zo lang. En hoeveel jaar al in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam, ongeveer 20 jaar of zo, ja. 20. En de rest ben ik gewoon in scheepvaart geweest, weet je, Friesland, overal. In fabrieken gewerkt, overal, weet je. Maar Amsterdam is Amsterdam. Toen ik op de scheepvaart zat, je komt gewoon tegen scheepvaarders die verlangen gewoon terug te komen naar Amsterdam. Want Amsterdam is de enige plek in de hele wereld dat scheepvaarders thuis voelen. Wat dan ook. Rotterdam is Rotterdam, Hamburg is Hamburg, maar Amsterdam is een place voor 80 sailors. Roger, je hebt nu al een aantal daklozen geknipt en geschoren, om het maar zo te zeggen. Klopt. Wat zijn de grootste overeenkomsten die jij bij de verhalen hoort? You look great, man. Nou, een belangrijke overeenkomst is drugsgebruik. Veelal gaat dakloos zijn gepaard met drugsgebruik, lijkt het wel. Wat je ook merkt is dat ze heel veelal bij budgetbeheer zitten. Ze krijgen zakgeld mee, et cetera. Dus ja, ze hebben heel weinig geld, maar ja, dat is ook logisch. Hè? Dat is ook de reden waarom ze dakloos zijn. When you paint, you use any type of substance? Substance. Yeah, like now, like you see, alcohol, maybe marijuana. No, I like heroin and I like cocaine, sometimes. You ever been to jail? Too many times. How many times? Too many. The police used to see and tell me how many times when I check the computer, you know. Okay, but for what? For booties, for plashing, with the plastic, for on sitting on the the boutique for Niemann, which you the mention little and slap, but you move, you baby can me be wake and you see the echoes come police with the motor. And it's what you name up. Come, yeah, you start off signaling, yeah, come everything, not a bureau, man. I can bush through but bush come in. And oh boy, half a spirit for the putting in, okay? What's the longest time you spent in jail? 2 years. 2 years? For doing what? For so now the what's saying that now? Like a few hundred hours of my numb stuff. You can scratch your nose, crazy. What was the most dead fire in the straight fire. The straight fire? Yeah. I like to see some blood dripping, man. Come on, don't be a perfectionist, man. Make a mistake, man. Shit. Maar ben je gelukkig? Ik ben wel gelukkig, mensen. Zou ik wel zeggen. Ik ben wel gelukkig, mensen. Ik ga voor jou nu de spiegel omdraaien. Alright. Altijd een heel spannend moment, dit. Volgens mij heeft hij hier een taper gedaan. Inmiddels ken ik die taper. Dat is goed, man. Ja, toch? Jullie allemaal, hoor. Ja, graag gedaan. En ga zo door. Wij met z'n drieën blijven heel erg met onze voeten op de vloer, want ja. Ik,
Ja. Gewoon alleen om het te weten dat het jezelf ook maar kan overkomen. Al, weet je, zijn wij dan niet drugsverslaafd of dakloos? En weet je, maar het doet iets met je. Ik ben veel dankbaarder geworden sinds ik dit doe. Ik geef iets terug zonder dat ik er iets voor terug wil hebben. Ja. En het gevoel wat ik hier heb als ik hier wegga, is gewoon super. Ja, dat is echt. Ja.